neem afscheid van mijn vriendin. En haar man staat achter mij. En die geeft mij echt zo'n hele vieze tik tegen mijn billen. Dat voelde zo vies. Ik voelde me zo bezoedeld. Zo van, nou, waar haal je dat nou vandaan? Waarom doe je dit? Ja, er was veel in het nieuws de afgelopen maanden over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat gebeurde natuurlijk allemaal na de onthullingen over The Voice. En wij vroegen ons af, overkomt dit ook 65-plussers? Op onze enquête onder het Max Opiniepanel kwamen veel reacties binnen. En bij velen hebben de ervaringen een blijvend trauma veroorzaakt. Zo ook bij Akkie Klaver. Ik vertrouw mannen niet meer. Ja, als hier iemand komt, iemand die hier iets moet doen of zo in huis, dan moet Lute altijd bij me zijn. Dat is uw man? Ja, en niet dat hij weg is of zo. Akkie Klaver is al 31 jaar gelukkig getrouwd met haar man Lute. Maar de gebeurtenissen van vroeger hebben een grote impact op hun relatie. Dat ik voorzichtig moet zijn. Maar met knuffelen, dat kan niet te stevig knuffelen. Bepaalde plekken waar je niet mag komen, dat, ja. Ik bedoel, Lute die is hartstikke lief. Maar het ligt aan mij, dat weet hij ook wel. Want mevrouw Klaver wordt tot 2 keer toe verkracht. Als 15-jarig meisje door haar 8 jaar oudere neef. En als ze ouder is, door iemand die ze leert kennen op een feestje. Hij zoekt haar thuis op. Je verwacht alleen maar een arm om je heen. En dan wordt er veel meer van je verwacht. En dat liep uit echt op een hele erge verkrachting. Hij overmeesterde mij eigenlijk. Ik kon geen kant uit. Ja, ik heb gegild en geschreeuwd en natuurlijk gevochten, maar hij was gewoon sterker dan ik. Ik ben daardoor later nog geopereerd. Je bent daarvoor in het ziekenhuis beland zelfs? Ja, dat is heel verschrikkelijk. Als ik nog aan denk, dan verschiet ik wel weer vol. Dat begrijp ik. Ja. Echt een traumatische ervaring? Ja, nogal, ja. Bij een oriënterend gesprek met een verhuizer overkomt haar weer iets naars, bij haar thuis. Ik laat hem uit en hij wil mij zo grijpen in de gang. Ik zeg, wat doe jij nou? Hij zegt, ja, ik dacht het was zo gezellig. Hoe reageerde jij daarop? Ja, nou, vooral de schuld bij mezelf zoeken. Had ik aanleiding gegeven of heb ik te veel vertrouwd op mensen? Maar dat is toch vreselijk, dat je niet gewoon jezelf kunt zijn, je vrolijke ik. En tijdens een tuinfeest voor haar 65ste verjaardag wordt ze weer slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik neem afscheid van mijn vriendin en haar man staat achter mij. En die geeft mij echt zo'n hele vieze tik tegen mijn billen. Maar normaal ben ik wel zo van, goh, wat doe jij nou? Maar nou, ik weet niet, want ik verwachtte dat niet. Dat voelde zo vies. Dat voelde zo vies. Ik voelde me zo bezoedeld. Zo van, nou, waar haal je dat nou vandaan? Waarom doe je dit? Mevrouw Klaver durft het niet tegen haar vriendin te zeggen en laat de vriendschap doodbloeden. Ze heeft bij de verwerking van deze ervaringen hulp gezocht bij een psycholoog. En gelukkig kan ze er ook met haar man goed over praten. Ja, ik ben wat bezorgder om haar. Ja. En ik bescherm haar daar wel meer in, zeg maar. Als je mij gewoon ziet, dan denk je daar niet van, nou, die heeft dat of dat meegemaakt. Maar er wordt al te veel over gezwegen. En ik vind dat het gewoon verteld moet worden. Ja, heel duidelijk. Ik vind dat het gewoon verteld moet worden, zegt ze. 74 jaar. Ik vond haar zo ontzettend moedig. Hoe kijkt u daarnaar, Gerda de Groot, van het Centrum Seksueel Geweld? Ja, ik vind het heel erg dapper van haar. Heel erg goed dat ze dat doet. Daarin is een voorbeeld voor veel mensen die het ook mee hebben gemaakt. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? U bent huisarts, Peter Leusink, en seksuoloog. Ja, helaas komen we deze gevallen ook tegen in de praktijk. Het is een afschuwelijk verhaal. En dat is een echt getraumatiseerde vrouw. Dat zie je ook aan haar. Hè. De schrik zie je in haar ogen. Ja, ziet u dat echt? Ja, ik zie dat. Ja. Ja, en als je naar haar verhaal kijkt, het begint al als ze heel jong is. En ze maakt het eigenlijk tot de dag van vandaag mee. Ja. Wat doet dat met iemand? Nou, ze raakt haar vertrouwen kwijt in mensen. Ze wordt schrikachtig.
Ze durft gewenste seksuele situaties ook niet meer aan te gaan, vertelt ze. Ja. Dus ze raakt langzamerhand in isolement. Ze wantrouwt mensen. Ja, ze durft ook niet alleen te blijven. Klopt. Als bijvoorbeeld de klusjesman langskomt, dan wil ze echt dat haar man bij haar blijft. Ja, klopt. Ja. Dus dat is dat isolement waardoor ze ook langzamerhand misschien van haar partner gaat verwijderen. Gelukkig heeft ze hier een hele zachtaardige man die veel vertrouwen schenkt. Maar dan nog ook gewenste vormen van seksualiteit staat ze eigenlijk niet meer toe. Nee, is dat iets wat u ook herkent, wat u ook ziet in uw praktijk? Ja, als mensen hele nare ervaringen hebben meegemaakt en ze hebben daar niet dan ook de hulp bij gekregen die daarbij past, dan blijven mensen schrikachtig en ook kwetsbaar. Ja, kwetsbaar? In de zin van de wereld wordt onveilig als iemand over je grenzen is gegaan. En dan kijk je ook zo naar de wereld. Ja. En over je grens heen gaan, daar zijn veel discussies over geweest. Ja. Zij heeft het over verkrachting en later over dat iemand er een klap op de billen geeft, wat ze heel naar vindt. Ja. Moeten we dat daar allemaal onderscharen? Het gaat allemaal over ongewenst gedrag. En dan heb je het inderdaad over verkrachting, aanranding, maar soms ook ongewenst aanrakingen. Niet elke klap op de billen is gewenst en vinden mensen fijn. En dat vraagt wel even een check van in wat voor contact zit je met elkaar. En wat doe je dan wel en wat doe je dan niet? Nee. Nou, even naar een paar cijfers. 3000 leden van het Max Opinie Panel deden mee aan ons onderzoek. En ze waren heel openhartig. We ontvingen heel veel persoonlijke verhalen. En daaruit blijkt dat maar liefst 45% ooit in hun leven seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. En 12% maakten het mee na hun 65ste. En dat vonden wij heel opmerkelijk. U ook? Inmiddels niet meer. Het is zeker zo dat in de algemeenheid mensen daar heel erg van schrikken. Net zoals seksueel geweld bij hele kleine kinderen. Schrikken we ook bij seksueel geweld bij ouderen. En in onze gedachtegang denken wij ook niet zo aan seks als het gaat over oudere mensen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar ook seksueel geweld, dat vindt plaats op alle leeftijden. Ja, ja. En daar weten we eigenlijk, dat is misschien nog wel het grootste taboe, zou je dat zo kunnen noemen? Het is een groot taboe, jazeker. Ja, want ziet u het ook in de praktijk, dat oudere mensen hiermee komen? Zelden. Ze komen daar niet zo snel mee. Nee. Ik denk dat er echt heel veel schaamte is. Ik denk ook dat ik veel niet zie. Überhaupt praten huisartsen weinig over seksualiteit, überhaupt, met mensen. Laat staan over grensoverschrijdend gedrag. Misschien wel bij jonge vrouwen, dat is ons beeld, maar bij ouderen zeker niet. Ja, en wie zijn dan de plegers van dat seksueel grensoverschrijdend gedrag? Meestal is het een familielid of een vriend, blijkt uit ons onderzoek. Maar vaak is het ook een kennis en in mindere mate een onbekende. Verbaast u dat? Nee, dat verbaast me helemaal niet. 85% van de mensen die seksueel geweld pleegt is een bekende. Dat geldt voor 85%. Dus, ongelooflijk. Ja, de man in de bosjes die is er natuurlijk ook, maar er is maar heel weinig. Ja. Nou, ik sprak ook met een vrouw die we even Loes noemen. Ze werd op latere leeftijd door haar eigen man 2 maal verkracht. Loes is namelijk niet haar echte naam en ze wil onherkenbaar blijven. Ik geld als een sterke vrouw. Die kan de hele wereld helpen, behalve degene die dicht bij jou staat. En dat is frustratie. De man van Loes is een positieve, hardwerkende advocaat. Maar als hij met pensioen gaat, wordt hij depressief en grijpt hij naar de drank. Met de relatie gaat het bergafwaarts. Ik werd geconfronteerd met uitspraken, met houdingen, met acties waarvan ik dacht, ja, hoe lang hou ik dit nog vol? In een poging hun huwelijk te redden, doet Loes een voorstel om opnieuw te beginnen. Een soort poging om nog enigszins geluk terug te vinden. En dezelfde avond en nacht dat je weer bij elkaar slaapt, krijg je natuurlijk de toenadering en de seks. En dat ging op een manier die je als grensoverschrijdend mag kwalificeren. Ruim grensoverschrijdend. Kun je daar iets over vertellen? Ja, hij was natuurlijk niet meer in staat om zijn mannelijke plichten te leveren. Dus hij is met zijn hand is die bij mij binnengedrongen. En daar is een vrouwenlichaam niet voor. Dat is er gebeurd. Ik was verbijsterd. Dus ik heb woorden gezegd als ja, maar dit kan niet en wat doe je nou? Ik heb mij omgedraaid en gaan slapen. Eigenlijk niet geslapen die nacht en opgestaan en gedacht, dit kan niet. En in een ander bed gaan slapen. Wat heb je de volgende dag tegen hem gezegd nadat dat was gebeurd in bed? Ik heb niks gezegd. Ik denk dat de gelatenheid er toen nog was. Of de shock, want je praat toch van een shock.
van hoe ga ik hiermee om en dit kan er ook nog wel bij. Loes blijft bij haar man, maar de twee leven vrijwel gescheiden. Helaas gebeurt exact hetzelfde een jaar later. Loes, haar man, zoekt toenadering, maar verliest tijdens het vrijen wederom zijn zelfbeheersing. Waarom ben je niet weggegaan? Loyaliteit. Ja, loyaliteit. En toch een onderliggend iets van, ik ben een vrouw, kinderen, werken, hard werken. Ik kan sterk zijn. Dus ik ga niet accepteren om een huwelijk weg te gooien na zoveel jaar. En waarom wil je je verhaal vertellen? Om mensen te steunen of de steun te geven om zich ook te melden. Verkrachting binnen het huwelijk bestaat, maar is een taboe. Daarom wil ik het vertellen. Ja, aldus Loes, die zo moedig was ook om haar verhaal te vertellen. Hoe kijkt u hiernaar? Ja, wat ik het meest schrijnend vind, is dat het in een huwelijk plaatsvindt. Hè? Want je hebt in principe een liefdesrelatie. En wat mij treft is dat die man, die glijdt af. Die gaat met pensioen, die gaat aan de drank, krijgt erectieproblemen. En die man die kan dat niet op een goede manier kenbaar maken aan die vrouw. Dus die man die voelt zich heel erg onmachtig. En die gaat het kennelijk compenseren met dit soort idiote gedrag. En is het wat dat betreft ook een heel groot taboe om het daarover te hebben? Het is heel moeilijk. Zij zegt ook, ik ben loyaal. Ja. Het is ik niet heb een gezin, zegt ze, ik heb kinderen, precies. Ik heb altijd hard gewerkt, ja. Ik heb een goed gezin gesticht. Juist, wat betekent het als ik zou zeggen van ik ga weg? Het is ook niet altijd zo dat mensen de relatie willen beëindigen. Ze willen dat dit soort dingen niet gebeurt. Ja. En er is dus ook hulp nodig om te kijken van hoe kun je wel met elkaar omgaan? Wat betekent het voor deze manier? Ja. Maar u zegt strafbaar, hè? Is het nu? Je zou ook kunnen denken, dan stap ik gewoon naar de politie de volgende dag. Ja, maar dat is een grote stap. Want ook dan is die loyaliteit natuurlijk aanwezig. Dan ga je aangifte doen tegen je man en ben je ook met hem in relatie. Dat maakt het heel erg ingewikkeld. Ja. Dat doen mensen niet zo makkelijk. Nee. We stimuleren natuurlijk wel om, als mensen aangifte willen doen, en uitleg te geven over hoe het werkt bij de politie. Maar dat doen mensen niet zo gemakkelijk. Ja. Maar wat zou je dan wel moeten doen? U bent ook huisarts. Als u dit soort verhalen in uw praktijk ziet, wat adviseert u mensen? Sowieso, leg het op tafel. Maak het bespreekbaar met een goede vriendin, met een van je kinderen of wie dan ook. Of in ons geval bijvoorbeeld een praktijkondersteuner, GGZ in de huisartspraktijk, maatschappelijk werk. Of zoek echt specialistische hulp. Hè. Ja. Er zijn centra seksueel geweld die daarvoor bedoeld zijn. Precies. En wat kunt u daar dan mee als zo iemand zich bij u meldt? Een van deze dames bijvoorbeeld? Ja, dan belt zij bijvoorbeeld naar ons en dan zeggen wij dat het hartstikke goed is dat ze belt. En dat we haar ook verder kunnen helpen als ze wil. En dat we dat op haar manier ook doen. En dan kan het zijn dat bij de mevrouw in het eerste filmpje was er ook medisch letsel. Dus dan begeleiden we haar naar het ziekenhuis. Dan leggen we uit hoe dat werkt, wat er gebeurt enzovoort. In het ziekenhuis staat iemand voor haar klaar die haar helpt bij die onderzoeken. We leggen uit of ze ook contact met de politie wil. Wil ze dat niet, dan alleen het medisch onderzoek. Wil ze het wel, dan komt de politie ook ter plekke en die kan dan uitleggen wat de mogelijkheden zijn. En kunt u dan ook echt mensen helpen? We kunnen zeker mensen helpen. Ja, het is absoluut niet zo dat we zeggen van dit is gebeurd en wat erg en dat was het dan. Nee, we bieden ook psychologische zorg. We houden vinger aan de pols in eerste instantie en gaan klachten die mensen hebben niet weg. En de mevrouw in het eerste filmpje gaf duidelijk aan dat ze traumatische klachten heeft. Als dat niet weggaat, heb je gespecialiseerde hulp nodig. En daar verwijzen we naar door. En dat we zorgen ervoor dat dat ontstaat. Ja, en als mensen nu thuis kijken en denken, ik wil wel contact hebben met die organisatie, wat is het nummer? Dat is 0800 0188. 0800 0188. Ja. Mag ik u allebei danken voor uw komst? Helemaal goed.